Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven. Dat is kleur, kleding, lifestyle en kringlopen. En ja, er is weinig te kringlopen. Dus ik dacht op deze somberste maandag van het jaar, tenminste, dat meen ik dat het nu jullie dit zien dat het Blue Monday is, ga ik, dus inderdaad, iedereen zo'n beetje depressief is en zo. Ja, daar gaan we niet aan beginnen. We gaan gewoon iets leuks vertellen. En in deze keer dacht ik, ik laat gewoon zien hoe mijn leven er nu uitziet. Dus wat ik 's morgens, ik ga me niet 's morgens laten zien dat ik wakker word en zonder de douche stap. Dat ga ik niet doen. Nee, je krijgt me wel uit de douche aangekleed te zien zonder make-up. Dat heb ik wel gedaan. Dus met mijn outfit van de dag. En het ontbijt wat ik eet voor de lunch. Wat mijn avondeten is. Ik ben bij Albert Heijn geweest. En ja, toen moest ik ook nog naar de huisarts. Ja, dat was een heel stom iets. Hè. Kijk, ik deed mijn hoorapparaat in. Ik heb nu natuurlijk mijn Bluetooth dingetjes in. Omdat dat een goede microfoon is. Maar aan mijn hoorapparaten zit zo'n plastic dopje. Nou, dat... ik had mijn hoorapparaat de avond ervoor uitgedaan. En ik zag dat dopje niet. Maar ik dacht eerlijk gezegd, dat vliegt er makkelijk af. Dat is op de grond. En dan s'avonds zie je niks. Denk je, kijk morgenochtend wel. Maar morgenochtend, ik kon het ook niet vinden. Ik heb nieuw dopje erop gedaan. Ik doe het erin. Ik denk, dat is pijnlijk. Dat klopt niet. Dus de huisarts had opgebeld. En die hadden eerder met dit beltje gehakt. In ieder geval, het dopje zat er dus nog in. Dus dat werd met een lange tang in mijn hoorgang. En hup, werd het eruit gefrot. Ja, dan voel je je vijven. Maar oké, dat heb ik dan ook maar weer een keer meegemaakt. Weet ik volgende keer wat het is. Maar hij zei, we maken het meer mee dat dat gebeurt. Dus, nou ja, ik laat dat natuurlijk niet zien. Maar je ziet wel dat ik naar de huisarts ga. En nou ja, gewoon eigenlijk een gewone dag uit mijn leven wat ik doe. Nou, ik heb nog een extra stukje neem ik op waarin ik vertel wat ik kijk 's avonds, wat ik na het eten doe. Gewoon wat ik kijk op de televisie en de series die ik kijk. En dat is gewoon maar mijn mening. En dat is verder van geen enkel belang. Maar wie weet denk je, oh, dat kon ik ook wel eens doen. Vind ik ook wel leuk om dat te kijken. En ja, en ik heb nog een kleine fotoshoot gedaan met rood en paars. Want Nicolette, mijn vriendin in Noorwegen, die had gezegd van, oh, rood en paars is, zie je veel op Pinterest. Kun je daar niet iets mee doen? Dus dat heb ik gedaan. En ik ben samen met kringloopvriendin naar de brillenwinkel gegaan. Naar Ace & Tate in dit geval. En dat is geen reclame, want ze weten niet wat bestaan. Maar we hebben daar brillen uitgezocht. Ik had al eerder gekeken in mijn eentje, maar... Dat, ja, zonder glazen zie ik heel weinig en ja, dat kun je toch niet goed beoordelen. Dus zij is meegegaan om te borden. Ik heb 3 brillen gekocht. Een gewone bril, een computerbril en een zonnebril op sterkte allemaal. En die komen, als het goed is, volgende week of zo. Dus je weet, in het volgende filmpje zie je ze en dan zal ik ze ook alle 3 laten zien. Maar nu laat ik zien hoe dat zo'n beetje ging. En toen had ik ook deze outfit aan en die heb ik net even aangetrokken. Voor de foto, want de opticien zat daar en nou, ik kon gelijk terecht en dus zo. En ik had ook een rode jas aan, dat zul je ook zien op de foto. En die man die zegt, goh, wat ziet u er mooi uit. Hij zei, staat u prachtig, zei hij. Hij zegt, nou, ik zeg, ik heb mijn best gedaan. Nou, zei hij, dat kun je zien. Nou, dat was dan toch een leuk compliment, hè. Zo totaal onverwacht, terwijl hij me niet kent en niet weet wat ik allemaal gedaan heb. Dus dat was leuk. En nou, jullie zien dus nu... Mijn week in een paar dagen en in ieder geval ook hoe een normale dag er bij mij uitziet. Nou, en dat hoop ik dat jullie het leuk vinden om te zien. Dankjewel en tot de volgende keer. En jullie zien nog, er gebeurt nog van alles hierna. Dus ik zie jullie graag volgende week. Dag!
daar zit ik dan bij de huisarts met een dopje van mijn hoorapparaat in mijn oren. Oké. Nou, hier sta ik buiten bij de huisarts. Het was totaal niet de bedoeling vandaag. Maar ja, er gebeurt er weer eens wat, hè. Zo kun je het natuurlijk ook zien. Ik ben gelijk aan mijn haar te doen. En het is een pokkenherrie. De school is hier tegenover en het is speelkwartier, zo te zien. Dus, maar ja, er zat dus inderdaad een dopje in mijn oren. Dus die heeft het eruit gehaald. Ik voelde me net 5. Nu hebben we knikkers in je oren of weet ik wat. Nou ja, oké. Dat idee. Maar het gebeurt meer, zei hij. Dus vandaar, nu was ik het dan. En nu ga ik naar huis. Het menu van de dag is pizza, eigen gemaakte pizza. En daarvoor heb ik 2 paprika's. Ik heb ananas, want dat vindt Pensionado heel lekker om erbij te eten. Ik heb hamreepjes, champignons en tomatensaus, kaas, weet ik wat. En daar ga ik nu iets mee doen. Maar eerst de oven aanzetten. Thank you.
Ja, nou kan ik natuurlijk heel elitair gaan doen en zeggen dat ik 's avonds na het eten, een vrije tijd zeg maar, dat ik dan mij bezig hou met literatuur. Nee, ik lees wel eens literatuur, want zo is het niet, maar het is niet dat ik dat continu doe. Want eigenlijk kijken wij best wel veel tv, zeker nu natuurlijk veel minder te doen is, kijken we gewoon veel tv. En meestal uitgesteld tv, of vooraf, of Netflix, al dat soort dingen. En ook nog eens een keer, jij zult het niet geloven, maar ook nog eens een keer apart van elkaar, want we houden namelijk van andere dingen. Pensionado die houdt van thrillers, die houdt van politieseries, die houdt van spanning en sensatie. Nou, daar maak je mij echt niet blij mee. Ik hou van onschuldig vermaak. Ik hou van romantisch of in ieder geval vriendelijke. Ik hou van vriendelijke dingen. Dus de vriendelijke dingen waar ik naar kijk, ja, het is maar mijn mening. Het maakt ook verder niks uit. Ik kijk op de NPO, kijk ik naar Denkend aan Holland. En Jannie van Heel Holland Bakt en André van Duin ook van Heel Holland Bakt, die gaan met z'n tweeën op de boot, gaan ze de Elfstedentocht doen. En ja, het is de ultieme slow tv, er gebeurt natuurlijk niks, maar dat maakt het juist zo leuk. Nou ja, in ieder geval, ze gaan op de boot, Friese meren zo, prachtig om te zien, echt schitterend. En nou ja, dan komen ze weer bij Sneek of bij weet ik wat voor plaats. En dan staat er natuurlijk de drumbandstad klaar. En dan staat de burgemeester met de ketting om stad klaar. En die heeft dan ook nog een doos met speciaal Fries gebak of zo. Een oranje bitter en berenburger. Het is gewoon super, super leuk om te zien. En er gebeurt niks. Maar het is juist in deze tijden heb ik daar wel behoefte aan. Dus dat vind ik heel leuk om te kijken. Ik kijk op NPO ook naar Boer Ayoub. Kijken, zo leuk, zo leuk. En het is zo leuk omdat het zo onverwacht is. Het is een Boer Ayoub, is een Marokkaanse jongen uit Amsterdam-Oost. Hij is 22, 23, zoiets. Jongen in ieder geval. Totaal natuurlijk niet met boerenbedrijven opgegroeid, maar inmiddels is hij invalboer. Hij heeft een opleiding gedaan, ja, land- en tuinbouwschool waarschijnlijk. En een melkdiploma gehaald en van alles zit hij ook over te vertellen. Heel leuk. En hij valt nu in bij boeren die dus ziek zijn, op vakantie gaan. Daar runt hij het boerenbedrijf, met name een melkveebedrijf. En hij vindt het geweldig. En het is eerlijk gezegd, als je hem bezig ziet, is een boerenboer. En deze boerenboer wil graag een eigen bedrijf beginnen. En dat zie je dan ook. Er zijn meerdere afleveringen. Ongelooflijk leuk. Een hele aardige jongen. Een hele aardige sfeer hangt er omheen. Maar hij is tegelijkertijd ook jong en soms een beetje onbezonnen en zo. Maar het is super, super leuk om te zien hoe hij dat doet. Kijken, als je van Boer zoekt vrouw houdt, kijken. Want dit is ongeveer eenzelfde soort sfeer. Maar sowieso, Boer Ayoub. Ik zal het hier onder zetten, want dit is echt, echt heel erg leuk. Nou, waar ik nog meer naar kijk, op Videoland kijk ik naar de Gooise Moeders. Ja, ik vond de Gooise Meisjes ook leuk om te kijken. Gooise Moeders vind ik ook heel leuk om te kijken. Maar ik kijk ook naar Special Forces VIPs. En dat zijn dan van die bekende Nederlanders. En die gaan dan een soort verkorte opleiding van de commando's volgen. Ze worden afgedroogd echt. Maar dat is ook heel leuk om te zien. En bekend of niet, maakt totaal niet uit. Ze zijn nummer 1 tot en met 10. En op de duur, er zijn er nu nog maar 4 over. De een na de ander valt af, want die houden het niet vol. En er is er eentje bij, die houdt het vol. En had ik nooit gedacht dat hij het vol zou houden. Maar tot nu toe houdt hij het nog vol. Maar ja, leuk om te zien. Echt heel leuk om te zien. En dat is ook op NPO. Maar dat heet het Kamp van Koningsbrugge. En dat zijn het onbekende Nederlanders. Maar dat is vergelijkbaar. Maar het is leuk, sowieso heel leuk om te zien. Dus daar kijk ik naar. En dan zit ik nog, want ik zit dit uit mijn hoofd te doen. Dus ik te kijken, waar kijken we nog meer naar? Want we kijken ook wel een paar dingen samen. We hebben heel lang hebben we Friends gekeken. Maar nu is Friends van Netflix af. Dus dat kijken we dan niet meer. Maar je hoort het al wel. Ik kijk van die onschuldige programma's. Gewoon onschuldig vermaak. En het zit ook wel. Ik kijk ook naar Over Mijn Lijk. Dat is verre van onschuldig. En het is heel mooi gemaakt. En het is heftig om te zien. Maar het is ook mooi om te zien. Dus daar kijk ik eigenlijk ook naar. Ik kijk ook naar Married at First Sight. En die kijk ik op Videoland. En dus dan kun je ze ook vooruit kijken. En dan heb ik echt zoiets van, oh, oh.
Je ziet het fout gaan. En ook vorige seizoenen zag je het gewoon fout gaan. Er is weinig succes. Maar ja, het is ook weer onschuldig vermaken. Kijken, gluren bij de buren. Hoe doen zij het? Hoe zitten zij in elkaar? Hoe zou ik het doen? Dus nooit zou ik met iemand gaan trouwen die ik niet kende. Maar ja, ik zit niet in de situatie, dus ik kan makkelijk praten. Hè? Maar dat is eigenlijk zo'n beetje wat ik 's avonds doe. En ik kijk natuurlijk heel veel YouTube-filmpjes. Ik kijk YouTube-filmpjes over mode, uiteraard kijk ik er heel veel. Maar ik kijk er ook over hoe je met YouTube omgaat, hoe je dat doet, wat voor tips je krijgt van andere YouTubers. Ik kijk eigenlijk van alles nog wat. Maar die kijk ik ook. Maar die kijk ik ook tussen de middag. Als ik aan het eten ben, kijk ik ze ook tussendoor. En kijk ik ook dikwijls even naar YouTube of zo. Gewoon onschuldig. Dat is eigenlijk wat ik het liefste doe. Ja, het wordt dus een filmpje met van alles en nog wat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Ik weet ook nog niet hoe het eruit gaat zien, want ik probeer ook maar van alles uit nu natuurlijk. Ik wens jullie een hele leuke week. Die Blue Monday, die skippen we maar zo'n beetje, gaan we leuk aan voorbij. En ik zie jullie graag volgende week weer met hopelijk weer van allerlei leuks te vertellen. Als jullie zeggen van Corrie, vertel daar eens iets over of doe dat eens. Ik doe het allemaal. Steeds schrijf ik het ergens op en dan vind ik het weer terug en denk ik, oh ja, dat kon ik ook nog wel eens doen. Nou, dat ga ik in ieder geval allemaal doen. Ik wens jullie een leuke week en ik zie jullie graag volgende week weer. Dankjewel weer. Dag!